In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Gedragswetenschappen. Waterbeheerders die zijn in het algemeen druk bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit. We zijn vrij technische organisaties, maar we kunnen het niet alleen. Bij gedrag spelen heel veel factoren een rol. Hè? Kennis is daar eentje van. Als je niet weet dat er een probleem is, dan ga je er misschien ook niet naar handelen. Als je niet weet wat jouw aandeel daarin is, ga je er misschien niet naar handelen. Maar er zijn nog heel veel meer factoren die invloed daarop hebben. Het zit vaak in hele kleine dingen. Gedragsinzichten helpen om daar inzicht in te krijgen. Een van de problemen met waterkwaliteit is dat er microplastics in terechtkomen. En een belangrijke bron van die microplastics is onze kleding. Als je ze wast, dan kan dat in het water terechtkomen. Nou, wat we zouden willen is dat mensen minder van dat soort stoffen zouden kopen. Of als ze die kleding al hebben, dat ze filters gebruiken in de wasmachine. We hebben geprobeerd om zulke zakken mee te verkopen met een wasmachine. Als mensen toch al een dure aanschaf doen, dat ze ook meteen zo'n zak kopen, zodat ze die ook kunnen gaan gebruiken. Nou, daar hebben we gedragsinzichten voor ingezet om het voor consumenten gemakkelijk en aantrekkelijk en sociaal aanvaardbaar te maken. Het interessante van zo'n filter is dat wij dat niet als waterschap gaan toepassen, maar dat mensen het thuis in eigen huis echt gaan gebruiken. Dat is toch echt een andere manier van denken. We hebben die pilot gebruikt als voorbeeld om aan de watersector te kunnen laten zien. Dit is het soort dingen wat je kunt doen met gedragsinzichten. Mooi, ja. Nou, dankjewel. En dan is het heel mooi als er zo'n samenwerking uitkomt en dat je dan samen door zo'n denkproces heen gaat. Van hoe werkt gedrag en hoe kan je die kennis ook inzetten? Het is de eerste stap. Het is een deel de informatie. Het is voor een deel ook de manier waarop we gaan werken. Dus we hopen dat deze kennisimpuls ook toe leidt dat waterschappen en andere overheden op termijn hier meer mee gaan doen. En het ook echt in hun werk verankeren. Ik heb de samenwerking als heel plezierig ervaren. Een hele goede sfeer. Het is wel dat we van elkaar hebben moeten leren dat we soms op een andere manier naar het probleem keken. Ja, ik heb ook met heel veel plezier samengewerkt met mensen in de watersector. En ik heb heel veel belangstelling gezien voor deze vorm van kennis. Dat was mooi om te zien. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.